Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe achteraf ingesproken commentary hier op mijn kanaal. Ongelooflijk, een achteraf ingesproken commentary. Dat komt niet vaak voor. Maar, zoals jullie weten, gisteren had ik een livestream omdat ik vannacht, ja, om 12 uur, jarig ben geworden. Jarig ben geworden? Dat is wel een hele vage opmerking. Maar in ieder geval, ik ben vandaag jarig. En, ja, ik had... Jongens, ik had zoveel reacties op Twitter, op Facebook, op Instagram, op Snapchat, op Skype, op WhatsApp. Het was niet normaal. En ja, ik heb zoveel mogelijk iedereen proberen te bedanken, maar... want zo ben ik altijd. Ik stuur altijd een bericht terug op Skype namelijk. Maar als ik er eentje vergeten ben... Ik hoop het niet. Misschien dat ik er eentje verkeerd heb geklikt. Jongens, ook via Twitter en zo, wat jullie allemaal gedaan hebben. Allemaal dank jullie wel voor de felicitaties. En ook voor de support van gisteren. De livestream. Want de livestream is echt super goed bekeken. Ik had iets van 120 kijkers. Een tijdje. En daarna ongeveer gemiddeld 90 of zo. En natuurlijk het einde om 1:30 nog. Want ik was pas om 1:30 gestopt. Had ik nog iets van 50, 60 kijkers. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. En gisteren deden we natuurlijk eerst eventjes MW3. Gingen we met een groepje doen. Een paar proberen een mo-upje te halen. Nou, dat lukt natuurlijk voor geen meter. Want je bent ook met de stream bezig. Maar het was gewoon gezellig. En daarna hebben we nog private wedstrijden gedaan. Dat was ook leuk trouwens. Echt geklooien. Zo. Als je het nog niet gezien hebt trouwens in livestream. Zou ik het echt even spoelen even naar een uurtje. Dat we een uurtje bezig waren. Dan zagen we ook op Dome met 18 man. Gingen we snipen tegen elkaar. Echt gekkenhuis was het. In ieder geval dat was super leuk. En ik wil jullie daar gewoon echt... hartstikke voor bedanken. Ook de support natuurlijk het afgelopen jaar weer. En het was een hectisch jaar, zou ik wel zeggen. Natuurlijk ben ik een half jaar in de gevangenis geweest en zo. 5 maanden. Dus ja, die ben ik gewoon eigenlijk kwijt van YouTube en zo. Ja, jammer dat ik bijvoorbeeld de release niet heb meegemaakt van Call of Duty Ghost. Maar gelukkig is het niet een hele goede game. En ben ik er wel natuurlijk bij Advanced Warfare. Ook ga ik naar First Look en zo. Ik ga niet naar Gamescom gaan, helaas. Maar ik ga wel naar First Look. En ik ga naar België natuurlijk. Ik kom even niet op de naam. Sorry. Maar in ieder geval die beurs in België. Daar ga ik naartoe. En daar ga ik gewoon. Ik ga er gewoon heel veel plezier aan beleven de komende periode. Waar ik het even over wil gaan hebben met jullie is over commentaries natuurlijk in het algemeen. Zoals jullie weten, ja, in Call of Duty scene is het best wel. Normaal om een achteraf ingesproken commentary te doen. Nou heeft iedereen dat niet meer doet eigenlijk, zeg maar. Bijna alle YouTubers doen dat meer. Paul had daar een commentary over gemaakt. Natuurlijk een hele mooie commentary op zijn kanaal. En eergisteren natuurlijk alweer. En nou, hij zei in ieder geval dat het een beetje weer moet terugkomen. Nou, we hebben er ook nog gesproken natuurlijk. Maar wij zitten in Skype call met een groepje. We hebben er over gesproken en zo. Nou, ik ga het ook proberen wat meer te doen. Voor mij is het echt een stuk moeilijker, want ik ben natuurlijk 34 jaar en ik heb eigenlijk daarin, als ik heel eerlijk ben, gewoon een beetje saai leventje op dit moment. Maar ik moet je ook eerst zeggen dat ik dat wel prettig vind, na de afgelopen maanden en zo. Ik ga in ieder geval proberen om nog meer commentaires te maken, dus ook over gameplays en zo. Wat ik zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld is, wat jullie dus nu op de achtergrond zien, dat is natuurlijk de map Express en ik haal daar... 30-14, nou dat is niet zo'n hele goede score. Maar het zou dan onder bijvoorbeeld de serie Fish for All kunnen vallen. En Fish for All is altijd een achteraf ingesproken commentary doe ik daarop. Ja, en wel een serie. Dat is best wel grappig eigenlijk. Want ik doe elke keer een andere map. Elke keer andere wapens en zo. Als je het leuk vindt, laat het dan even achter bij de comments. Want dan ga ik dat ook gewoon weer doen. Nou, en daarnaast dus nog een gewone commentary. Dus houd even op een stuk of... 2 per week of zo om mee te beginnen. Ik doe mijn best om wat meer te doen. Maar het is gewoon wat lastiger. Natuurlijk maak ik ook vlogs en zo. Als ik ergens echt naartoe ga, vind ik het leuk om een vlog te maken. Zoals vorige week ging ik dan. Van de week was het eigenlijk. Ging ik naar David en Revé. En naar Ronald. En daar heb ik daar gewoon een vlog over gemaakt. Dat is gewoon leuk, vind ik, om te doen. Dan heb ik ook echt iets om te laten zien en zo. En ik heb natuurlijk al mijn live series, vind ik ook leuk. Maar ik kan me voorstellen dat jullie denken van nou, Chris. Die en die live serie vind ik eigenlijk, ja, niet zo leuk. Of eigenlijk, Chris, ik mis die en die live serie. Zou je dat weer willen gaan doen? Ik zou zeggen, laat het gewoon even achter bij de comments. Want dan kan ik dan misschien sommige series weer oppakken. En sommige series kan ik gaan wegdoen.
Dat is gewoon helemaal niks mis mee om, om gewoon misschien ja, wat dingen weer terug te brengen wat gewoon heel populair was. Ze hebben wat een Swarm Sunday of Saturday Nuke Fever. Daar is niks mis mee. Wat ik ook zou kunnen doen, is bijvoorbeeld series die jullie willen zien op mijn kanaal. Dus jullie zeggen van, nou Chris, doe die en die serie. Kan ook. Laat het even achter dan, gewoon bij de comments. Want dan ga ik er gewoon zeker weten even naar kijken. En dan, dan ga ik dat ook zeker weten opvolgen. Nou, gaan we het een beetje afsluiten, want ik zie dat ik die host migration heb gehad. En dan weet ik namelijk dat het gameplay bijna afgelopen is. Ik wil jullie nogmaals gewoon heel erg bedanken voor de steun. En ik ga ook vaker livestreamen, dan weten jullie dat ook. En bijvoorbeeld als ik 20.000 abonnees heb, nou dat duurt nog een tijdje nog. Maar bijvoorbeeld als ik 20.000 abonnees heb, ga ik 24 uur livestreamen. Lijkt me ook heel erg leuk. Hey, en dan sluiten we gewoon af, natuurlijk, zoals altijd. En dan zeg ik dankjewel jongens en meisjes voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. En vergeet nooit, hè, mijn motto, hè, jongens. Kijken is liken.